Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik mijn huis ga decoreren voor de herfst. Ik vind het leuk om per seizoen de decoratie af te wisselen, zodat het huis net een andere uitstraling krijgt. Ik vind het ook heel leuk om YouTubers te kijken in Amerika. Die hebben natuurlijk veel meer decoratie. Die decoreren ook echt per seizoen en per feestdag die eraan komt. Helaas is in Nederland de decoratie wat lastiger te vinden, maar voornamelijk bij de Action en TK Maxx kun je echt leuke dingen vinden. Zoals je kunt zien heb ik verschillende decoraties. Deze komen allemaal vanuit de Action. Ik ben nog van plan om naar de TK Maxx te gaan om te kijken wat ze daar hebben. Maar ik kon niet meer wachten om te decoreren. Laten we beginnen. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold. Zoals jullie zien begin ik met het plateau dat op het tafeltje staat bij de bank. Ik probeer verschillende manieren uit en kijk uiteindelijk wat mij het leukst lijkt. Zoals je ziet ga ik het hier weer veranderen. Laat me weten in de reacties of jullie ook meerdere dingen proberen met jullie decoratie. Since I was a little child, every year for as long as I remember, all the leaves were up. Stop ik de pompoenen en dennenappels. En tussendoor stop ik ook de paddenstoellampjes. Dit geeft een heel leuk effect, dat zullen jullie straks zien. Ik decoreer voornamelijk alleen de woonkamer. Dit komt omdat ons huis vrij klein is en ik het lastig vind om op andere plekken te decoreren, omdat ik dan niet genoeg plek heb om onze normale spullen te laten staan.
think about me. Hier heb ik een gezellig hoekje gemaakt met een egeltje, pompoen, dennenappel, wat herfstblaadjes en een kaars. En dat heb ik op een verhoging gezet en die is ook van de Action. Op het tafeltje bij de bank heb ik het plateau gevuld met pompoenen, dennenappels, wat stro en de twee vaccinelichthouders die er al stonden. Die zijn van IKEA. Ik denk dat je ze nu nog kunt krijgen. Achter de bank heb ik een houten rekje dat voornamelijk ook onze router, telefoon, elektrische kabels en dergelijke houdt. En daarop heb ik nu de onderzetters gelegd en het kistje met de pompoenen, blaadjes en de paddenstoellampjes. Hierop heb ik de paddenstoelen, de eekhoorn, een vaccinelichthoudertje, het plantje dat al stond en de essentiële oliediffuser laten staan. Door net twee herfstachtige elementen toe te voegen, ziet het er al een stuk gezelliger uit. Als laatste heb ik op de vensterbank ook nog twee beeldjes geplaatst met wat herfstbladeren eronder en rechts een plantje. Op de tafel heb ik altijd een boeket bloemen staan. Ik haal het gewoon bij de supermarkt. Meestal doe ik 2 weken met een boeket. Dit maakt het net wat kleurrijker en ik vind de afwisseling leuk die dan op deze tafel ontstaat. Op het nachtkastje naast mijn bed heb ik nog het herfstblad gelegd met de pompoen en de 2 dennenappeltjes. Het maakt het net wat gezelliger, ook in de slaapkamer. Ik hoop dat deze video jullie in de herfstsferen heeft gebracht. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond en abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!